Buma bivakkeert al jaren aan het Binnenhof sinds 2002 als Kamerlid. Als zo'n apparaat niet voldoende werkt, maar dat weten we op dit moment nog niet, dan moet je vervolgens natuurlijk wel een goed apparaat neerzetten als het nodig is. Van Haarsma Buma is tellig uit een Fries bestuurdersgeslacht. Zijn opa en vader waren burgemeesters in Friesland. Als hij in 2010 fractievoorzitter en later partijleider wordt, kocht hij zijn achternaam in. Voortaan is het Buma. En hij brengt de rust terug in het CDA. Ik vind ook mijn verantwoordelijkheid om te laten zien dat ik een lijsttrekker ben voor alle CDA-leden. Want de partij is verscheurd door de samenwerking met de PVV. Ik verzeker u, het CDA gaat onder mijn leiding niet meer met de PVV regeren. Buma heeft misschien een saai imago, maar staat in Den Haag bekend om zijn onderkoelde humor. Mevrouw de voorzitter, het grootste voorrecht voor een fractievoorzitter van het CDA is om te mogen invallen voor collega Omtzigt. Onbegrijpelijk dat sommigen de eigen wensen blijkbaar belangrijker vinden dan belastingverlichting voor zoveel Nederlanders. Ja, ik zeg het ook maar. Inhoudelijk voert Buma oppositie tegen het kabinet Rutte 2. Hij trekt het CDA naar rechts en pleit bijvoorbeeld voor het Wilhelmus op basisscholen. Ken jij het Wilhelmus? Nee. Zou je het willen leren? Van meneer Buma moet dat wel. Nou, het is belangrijk dat de tradities die we in het land hebben, dat we die ook samen delen. Dat levert hem een beetje winst op bij de verkiezingen en brengt het CDA terug in het kabinet. Beste CDA'ers, wat een geweldige avond. Juich maar even. Buma kiest potentiële opvolgers zoals Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge als minister. Dat Buma niet weer lijsttrekker wordt, ligt dan al voor de hand. Hij treedt nu in de voetsporen van zijn vader en opa en wordt burgemeester in, jawel, Friesland.